Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Je mag nog niet spieken, hè? Ik zal je geven wat je moet gebruiken. Goed? Ja, ik ben hier met mijn boyfriend Niels. En vandaag op aanvraag van jullie gaat Niels mijn make-up doen. Ik vroeg het en hij zei, ik weet wel niet hoe dat moet, hè. Maar ja, dat is net de bedoeling, waardoor het grappig gaat worden. Ik ga eerst de make-up die ik nog op heb. Ik heb heel weinig opgedaan deze morgen, maar wat ik op heb, ga ik er snel afdoen. En dan mogen we beginnen. Ik heb hier een oogschaduwpaletje voor u, als je oogschaduw wilt opdoen. En dan heb ik dit. Dit. The fuck, man. Voilà. Oh ja, kan ik een potloodlijnen trekken, hè? Voor wat zou dat zijn? Een lijn onder je ogen of zo? Nee. Moet ook wel lezen wat erop staat, misschien. Dat helpt. Oei, dat is voor wenkbrauwen te kleuren. Ja. Maar je hebt toch wenkbrauwen? Voor wat kleur je daar? Ik kleur die meestal bij een paar stukjes waar die zo wat minder hard gekleurd zijn. Oké, mijn make-up is eraf. Let's beginnen. Ik ga even een staart doen. Heb je al een idee met wat je gaat beginnen? Ja? Ik regel dat. Hey, moet ik dat ook doen, wimpers? Mm-hmm. Dat zijn allemaal wimperdingen. Nee. Eén van die drie is geen wimperding. Brow setter. Ja, wat is dat? Ja, wenkbrauwen. Ja. Dat is voor de wenkbrauwen te kleuren. Ja. En dat is ook zo'n wimperding. Ja, ik gebruik altijd twee mascara's. Dit is eigenlijk mijn dagelijkse make-up, behalve oogschaduw. Blij dat ik normaal ben, hè. Oké, met wat gaat je beginnen? Deze. Gaat je met dat beginnen? Oké. Is dat niet voor bruine crème? Bruine crème, ja. Grappig dat elke man dat bruine crème noemt. Dus foundation. Goed wat je doet. Je bounced daar zo echt de hele tijd mee. Tom, hè. Moet je dat niet tappen? Chic, jongens, oranje. Is dat oranje? Chic. Is dat echt oranje? Nee, het valt nog goed mee. Dank u. Ja. Ja? Oké. Foundation, zet erop. Het ziet er goed uit. Ik weet het. Niet te zelfzeker, ja. En dan stap 2. Dat is volgens mij voor ogen. Voor daar van boven. Hier. Nee? Gaat je daar stap 2 doen? Ja, waarom niet? Ja, ik weet dat niet, hè. Nu ben je dat je dat gevraagd hebt, is dat wel. Maar wel, je doet dan nog wat van die poeier op, hè. Dat lijkt die al veel gebruikt. Ja, kom, ik zal dat wel eerst doen. Nee. Dat lijkt er wel op, hè. Ik ga dat met zo'n klein borsteltje doen. Over heel mijn gezicht, oké? Okay? Ah, oké. Okay. Maar die passen niet, hè? Jij wast die borstels niet. Jawel, die zijn pas gewassen. Kom, deze man. Nee, oké. Okay. Even melden dat dit dus mijn blush borstel is.
Dat zat zelfs mijn gezicht wat rozig ziet. Er zat blushpoeder op. Een mooie kleur voor de meisjes. Ik zie geen verschil, maar het zit erop, hè. Wat een two cheekbones. Oei, dat is al die geweest, hè. Dat kan kloppen. Oh. Nee? Ik weet niet als ik iets mag zeggen, maar ja, als je daar nu mee in roze gaat, dan is mijn borstel verneukt. Maar daar is toch roze? Nee, die borstel is van zijn eigen roos. Dat is blauw. Wat blauw? Ja, die zit toch blauwe schijn op? Of is dat juist dan? Wat is dat? Nee, dat is ook niet juist, maar oké, beter dan die ene. Pech. Ho, ho, ho. Ik zit er aan het afdoen. Ik zie echt niet wat dat verschil dan is. Zit je geen verschil? Niks. Nee? Oké. Doe maar het volgende. Waar is dat nou het nut van? Wat? Apply contour on areas that naturally have shadows. Shadows, like under the cheekbones and around your nose. Waarom? Daar zit toch al, dat zit al op? Wat zit daar al op? Je dit. De beauty blender. De bruine crème. Ja, de bruine crème. Ja, maar dat is een highlight en contour kit. Hmm, chic. Dat is inderdaad waar je, zo, waar de zon je gezicht toucht. Contourt je. En dan highlighten doe je op de cheekbones, puntje van de neus en hier. Dat gaan we maar overslagen. Nee. Gaat je dat niet doen? Oké. Okay. Nee? Under the cheekbones. Waar is dat? Hier. Waar? Hier. Cheekbones, hier. Dat zijn toch dingen? Dat ja. Zijn de cheekbones. Ja, dit hè? Ja. Ah, wel, dan is dat hier toch? Ja. Maar je kunt toch moeilijk heel uw wang gaan doen? Oh. Nee, ik vind het onnuttig. Oké. Okay. Heb ik het niet nodig? Heb je een lippenstift? Lippenstift zal ik zelfs halen. Dat heb ik al gehad. Nee, ik ga eerst deze doen. Oké. Misschien waar is al het meeste uit? Wat daar hier. Maar je mag kiezen wat je zelf wilt, hè? Van kleuren wat je mooi vindt. Je mocht een look voor mij maken. Dat kennen we niet. Dat vind ik mooi. Creep. De camera was plat, maar hij heeft oogschaduw erop gedaan. Ziet er zo uit. Ziet je dat wel? Ja, een beetje, dat blinkt zo wel. Dat blinkt, oké. Okay. Schitteren. Schitteren. Okay. Voor een schitterend resultaat. Oké, okay, wat gaat je nu doen? Je wimpers omhoog doen. Mijn wimpers omhoog doen. Oké, wimpers omhoog doen. Aan mij. Wat? Zijn er wel die krul? Oh. Ja, laat nu eens naar de kloten, hè. Kan. Ja, wat doet je ook? Ja, dat was toch een goede poging. De wimper gaat toch zo? Dat is dat ja, maar je doet doen. Dat borsteltje aan de andere kant van mijn wimpers. Ah. Zo moet dat, ja. Niet van langs boven. Maar kom, dan plakt dat allemaal in één. Ik zie echt de oogschaduw gewoon ervan afvallen. Al die glitters, omdat je dat veel te dik hebt gedaan. En? Chic. Ja? Vooral die en hier, die is goed gelukt. Maar die niet? Dat klit allemaal samen. Waarom veeg je dat af? Ja, omdat er al genoeg zwart op zit, maar dat klit samen. Dat heb ik nog niet gehad. Dat heb ik gehad. Deze heb ik nog niet gehad. Ja, cheekbones heb ik al wel gehad.
Nee, dat moest als eerste. Ja, inderdaad. Professional primer moest als eerste, maar dat heb ik niet gebruikt. Dat moet niet. Ja, dan heb ik dat wenkbrauwspel nog. Brow setter. En mijn wenkbrauwen kleuren moet ook nog, hè? Dat is lijm. Dat is geen lijm. Dat ruikt naar lijm. Dat is wenkbrauwgel. Trekken. Ja. Oh nee, niet zo. Oh, oh. Je zou het kapot aan maken. Ja, zo. Is goed. Komt geen kleur af. Mocht mijn wenkbrauw ook een beetje langer tekenen. Mag ik niet? Het duurt er hard op. Ja, ze kan er tenminste niet af. Maar ja, dat is moeilijk. En? Chic. Goed. Echt goed, hè? Lash nail. Nee. Zou je niet nog lijstjes vergeten? Van onder? Ja. Mijn onderste lijstjes. Nee, met die is een dikke. Die misschien. Oh ja, nee, dat is nog erger. Deze dan. Goed? Nee. Mooie ogen. Mijn meldings. Nee, dat gaat niet lukken, hè, meldings. Chic. Ja? Echt goed, ja. 24-hour brow setter. Wat zijn dan blijven die chique wenkbrauwen dat ik getekend heb er 24 euro? Met die lijm. Ruiken? Nou ja, dat ruikt echt naar lijm eigenlijk. Zeg je toch, hè? Of moet ik er fluffy brows van maken? Ja, kan je dat? Ik kan alles, hè? Dat zie je toch? Ja, is goed. Jij mocht kiezen als je graag fluffy brows doet of recht. Kunt je niet concentreren en praten tegelijk? Fermborstels. Fermborstels. Chic. Is er nog iets of is het klaar of wat denk je? Ja, ik weet niet wat jij dat doet. Doe jij dat? Oogschaduw? Ja. En wat is dat? Dit. Wat heb ik al gedaan van boven? Met dat van onder ook? Nee. Als je dat wilt, mag dat maar. Nee, dat gaat dan niet zo goed. Dan kan ook meerdere kleuren, hè? Nee, nee, nee. Nee? Is goed. Ja? Is het goed? Zo mag ik op straat komen van u. Ja, jij vraagt van mij om dat te doen, ja. Het valt nog mee, ja. Ja? Nee. Ik zie al direct, ja, wat je zei vergeten. Wat? Ja, concealer. Mijn ogen zijn helemaal nog rood rondom. Ziet je het? Dit zijt je vergeten. Concealer. Dat doe ik onder mijn ogen. Ik heb wel foundation gedaan, maar niet rond mijn ogen. Ja, mijn wenkbrauwen zijn nog vrij goed gedaan. Wel heel recht. En heel fel getekend nu. Het ziet er niet meer zo natuurlijk uit. Mijn wimpers zijn toch ook goed gedaan. Als je dat vergelijkt met die vrouwen van in Britain. Dan heb je heel chique wenkbrauwen. Ja? En je hebt blush als highlighter gebruikt, maar het werkt nog wel, maar je hebt dat helemaal tot hier gedaan. En de oogschaduw is ook speciaal. Wil je nog lippenstift doen om het af te maken? Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Ik heb een paar lippenstiften. Ik heb het wel een stuk vergeten. Een stuk vergeten van de foundation. Mocht kiezen welke kleur.
gewild. Moeilijk, hè? Moeilijk, hè? Keuzes die wij als vrouw toch allemaal moeten maken, hè? Ik kan blindelings pakken. Blindelings? Voilà. Oké, okay. Hij heeft gekozen voor een mauve kleurtje. Deze. Precies hoe gemakkelijk dat is. Open toe. Open. Doe eens toe. Ja. Ja. Oei, oei. Hier ben ik scheef gegaan. Kan ik dat niet gommen? Ja, gom het maar. Ik kan het dan wegvegen met uw vinger. Ja, ik zit hier veel te ver hier, hè. Cool. Ja? Kijken. Het is nog oké, maar ik heb geen puntjes meer. Ah nee, hier van dit is gewoon helemaal vlak. Recht, hè? Ja. Ja, ja, nu zie ik het. Die puntjes nog. Kom, ik zal die eens eraf fixen. Dit is gewoon... Gewoon perfect. Oei, oei, oei. Dat is zo wel een clownachtig. Alleen niet lachen, hè. Oei. Maar alleen. Niet op mijn neus. Oei. Niet lachen. Shake, hè. Oh, heel mooi. Oké, dit is de finish look. Mijn lippen zijn vooral echt prachtig zo. En dat puntje op mijn neus ook. Dit oog. Maar voor de rest, al bij al nog wel oké, zo. Alleen, je hebt de foundation zo hier niet aangebracht. Ja, dat zei ik. En hier niet, en niet in mijn nek een beetje. Maar voor de rest, ça va. Gaat het bijwerken? Oké, voilà, hè. Ben ik klaar om buiten te komen? Ga jij naar de winkel nu? Of? Ja, ik ga zo naar de winkel. Goed, goed. Deze quarantaine dagen. Zouden ze mij mooi vinden als ik zo buiten kom? Ja? Goed gedaan, schatje. Dank u. Als jullie ook vinden dat Niels het goed heeft gedaan, doe dan zeker thumbs up. Vond je het leuk om te doen? Ja, fantastisch. Ja? Chique lippen. Ga je dat er heel de dag op laten? Mm-hmm. Wilt je me dan graag een kusje geven? Fuck. Heb je schrik dat hij gaat afgeven? Die geven niet af, het zijn gewoon lippenstiften. Dus zeker dus thumbs up voor deze video. Laat ook een leuke comment achter. En dan zien we jullie volgende keer.